Hallo mensen, vandaag ben ik hier weer terug. DLC 2 is dus uitgekomen. Sorry dat ik zo laat ben. Al die tijd was ik dus gewoon bezig met school, want school is terugbegonnen nu na de paasvakantie. En nu ga ik jullie gewoon eerst Verse laten zien, dan komt Spire en zo van die toffe maps. In de DLC zijn er misschien niet zoveel dingen bijgekomen, maar enkel 4 multiplayer maps en 1 zombie map. Nu ga ik gewoon even Verse laten zien. Ik vind het wel een mooi clipje, want ik heb met de VMP toch wel veel kills gehad. Ik denk dat dit in de kring 50 of zo was, dus daar net toch wel veel. Sorry dat het filmpje een beetje langer is dan gewoon, want nu is het 10 minuten. Ik was vergeten de kill limit een beetje lager te zetten. Nu staat het op 100 en dat duurt een beetje lang als je solo speelt. En nu ga ik gewoon even spelen. Ja, wat soms ook aan mijn tand is aan die bot is gewoon dat die fucking weglopen. Dat die zo margie zijn. C4. Ik smijt die op die truc. Dat was de bedoeling eigenlijk van die erachter te smijten, maar ik smijt die erachter. Eén kill binnen. 450 puntjes. Ah, fuck. Ik was zelfs ook al vergeten mijn scorestreaks aan te zetten. Zo slecht was ik voorbereid. Op mijn VMP, voor de mensen die het willen weten, heb ik dus Extended Mag staan. Elo Sight. Grip. En ik denk ook Quick Draw, maar ik ben niet zeker. Want daarom zoom ik ook zo rap in. Dus. Ik kan nu gewoon even beest gaan. Ik kan jullie deze clip laten zien, want ik weet niet echt wat ik hierover moet zeggen. Ik kan gewoon rap even zeggen hoe dat de map speelt. Bij Domination is de B-vlag waar ik nu net op stond, zo bovenop de brug. Dat is dus eigenlijk echt een heel rotte plek, want ja, je overleeft dat gewoon bijna niet. Iedereen kan nu zien. Dus dat is ook echt gewoon een kakplek. A en C, dat is gewoon zoals altijd, gewoon op de beginspawns. Nu recht voor me, helemaal achter in de map. Daar en daar ook. En dan moet je gewoon zo A, B en C zien te pakken. Enkel B is echt kak. En voor Domination is deze map dus niet zo goed. De hardpoint plekjes, die ken ik niet meer zo goed. Dus voor de rest, de map is vrij groot. Hij speelt toch nog wel vrij goed. Dus onder de brug heb je ook een groot deel waar water is. Daar komen heel veel mensen, dus dat is eigenlijk ook cool als je daar gewoon zo kunt vechten. Dan heb je ook nog de brug. De brug is eigenlijk wel kak om te vechten, want daar staat gewoon een truck in het midden. En dan moet je zo de hele tijd manoeuvreren en enemies zien te vinden. Hier zit ik achter in de map gewoon een beetje te wachten op de enemies om te komen. En ik ga gewoon nu gameplay laten zien, want meer over de map weet ik eigenlijk niet te zeggen. Het is een coole map, maar ik heb beter gezien. En dit is gewoon een remake van World at War en ik vind wel dat ze nieuwe dingen mogen beginnen doen. In plaats van gewoon zo een oude map te pakken en in dit geval gewoon er kak op smijten. Want je ziet deze map, die is echt gewoon fucking vuil en verroest en zo. Dus ik wil gewoon gameplay laten zien. De volgende map is in ieder geval wel veel cooler en veel origineler. Dus ik zie jullie aan het einde van de video. Destroyed.
strip down. Oké, dus nu naderen we het einde van het matchje. Ik zei in het begin van het matchje dat ik 50 kills of zo had. Maar ik was vergeten dat de kill limit op 100 stond, dus ik heb 100 kills. Ik weet niet wat deze bot hier aan het doen was. En ja, volgende maps zullen normaal gezien wel veel leuker zijn. Like, subscribe en ik zie jullie dan in de volgende video. De final killcam was wel echt droog. Ik pakte gewoon mijn rocket launcher en dat ik moest reloaden. Ik denk dat dat een double kill was. Ah nee, dat was eentje. Oké, en dat was dus de video. Dat was Verge. Een toffe map, maar ik zou hem niet echt aanraden. Hij is niet echt zo leuk. Als je hem ziet in de voting lobby, zou ik hem niet echt aanraden.